Philip Goebbels, is er een dokter in de zaal? Een nieuw seizoen? Wat is er anders in seizoen 3? We hebben nieuwe filmpjes. Dat ik wel heel plezant vind. Waar dat ik eigenlijk kan testen wat het verschil is tussen een gewone mens en een topatleet. En ja, andere combinaties van het panel, nog een beetje andere rondes. Maar het recept blijft natuurlijk hetzelfde. Zoveel mogelijk weetjes over de gezondheid op een leuke manier. Je gaat ook sportieve uitdagingen aan. Op welke manier heeft de redactie jou moeten overtuigen om die uitdagingen te doen? Was je meteen verkocht? Ja, dat was eigenlijk mijn idee. Dus. Ik zit ook op de redactie, dus ja, dat was niet moeilijk eigenlijk. Ja. In de eerste aflevering doe jij de muur van Gerardsbergen. Ja. Ja. Kan dat nog erger dan dat? Ja, er waren wel zwaardere uitdagingen nog, hè. Ja, alleen de muur van Gerardsbergen is niet simpel, maar dat is redelijk kort, hè. Ik vond veldrijden eigenlijk veel moeilijker. Ah, je hebt veldrijden ook gedaan, ja. 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 Ik heb ook gaan veldrijden tegen Sanne Kent en dat was wel verschrikkelijk eigenlijk. Ja. En was het in heel slechte weersomstandigheden? Was het parcours nat of was het nog droog? Het was nat, het was ijskoud, het was verschrikkelijk. Ik snap niet waarom dat mensen willen gaan veldrijden. Waar zie je het graag? Ja, ik zie dat wel graag, maar ja, ik kan er niet voor thuis blijven. Als ik voor de muur van Gerardsbergen zou staan, bij mij zou de moed meteen in de schoenen zakken. Hoe heb jij jezelf opgepept om eraan te beginnen? Ik heb een koffiekoeks gegeten op voorhand. En getraind op voorhand? Nee, dat heb ik niet gedaan. Je hebt geen brug in het Antwerpse gedaan. Wat lief? Je hebt geen enkele brug gedaan om toch eens een heuveltje te doen. Nee, ik heb mijn elektrische fiets thuis. Dus, En heb je die ook gebruikt op de muur? Nee. Is er een controle op de fiets geweest of er geen motor in staat? Ik denk dat Victor Kempenaerts wel elektronische doping had in zijn fiets, want die ging veel te snel. Ik geloof er niks van. Wie van de bekende gasten in het panel zag je dit jaar het liefst komen en waarom? Oh, wow. Ik, dat vind ik moeilijk om te zeggen, want er zijn er veel goeie. Ik vind, wij steken veel tijd in goede combinaties maken en dan hopen, op papier denken we van dat gaan vier gasten zijn. Als we die samenzetten, dat gaat heel leuk worden en interessant. En dat is dit seizoen ook wel heel goed gelukt, vind ik, ja. De combinatie Marie en Gert Verhulst, daar heb je niet lang over moeten nadenken waarschijnlijk. Nee. Dat vonden we wel eens leuk om die twee samen in een panel te zetten. Ja. En zorgde dat in jouw ogen dan voor extra vuurwerk toch in het panel? Of viel dat een beetje tegen? Ja, dat werkte wel goed. Omdat als mensen elkaar een beetje kennen, dan zijn ze ook meer op hun gemak en dan gebeurt er meer.